goeiemorgen. Blij dat ik je weet van morgen. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiedag iedereen. Dank u wel dat ik je weer bij mag lopen, zingen, dansen. Goedemorgen, lieve grootouders. Jullie konden alle kindjes en de kleuters reeds op het podium zien. Maar dat is niet de enige keer dat zij op het podium komen. Want zij gaan elk voor jullie vandaag een leuk dansje doen. Ja. Wij hebben dit jaar gekozen voor nummertjes van het Eurovisie Songfestival door hete jaren. We gaan de kinderen op het podium vragen in volgorde van oud naar nieuwer. Dat wil zeggen dat de kindjes die het oudste nummer gekozen hebben, zo dadelijk eerst zullen optreden. Maar we gaan niet alleen onze kleuters en de kindjes van het eerste en het tweede aan het werk zetten. We gaan jullie grootouders ook aan het werk zetten. Af en toe komt er een juf, of twee juffen, een liedje van het Songfestival uitbeelden. Dan is het aan jullie om te raden over welk liedje het gaat. Ja, als je dan weet welk lied het is, dan mag je dat gewoon door de zaal roepen. Als je het dan weet, dan verdienen jullie een ster. Er zijn vandaag 6 sterren te verdienen door deze show. En als je alle 6 sterren hebt gewonnen, dan krijgen jullie op het einde nog een fantastische prijs. Ja. Maar wat dat gaat worden, dat is nog een groot geheim. Onze derde kleuterklas die gaat voor jullie de spits afbijten, want zij hebben gekozen voor het oudste liedje. Zij hebben gekozen voor het liedje Save Your Kisses For Me van Brotherhood of Men. En het is een liedje dat het Songfestival won in het jaar 1976. Kindjes van de derde kleuterklas, kom maar. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. I love you all the while.
kisses for me. Bye-bye, baby, bye-bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more. Kisses for me, say no, your kisses for me. So long, honey, so long. Hang on, baby, hang on. Don't you dare me to stay, you know I'll have to say that I've got to work each day, and that's why. Take your mind.
kindjes van het tweede leerjaar is het weer de beurt aan twee juffen. Zij hebben voor jullie weer een opdracht. Welk songfestivallied beelden zij uit? We roepen juffrouw Ilse en juffrouw Sanne op het podium. Veel succes! Eventjes wachten nu, hè. Liefde is een kaartspel. Van? Lisa Delbo. En een? Helemaal juist. Tweede gele ster verdient. Tweede gele ster is binnen. En dan nu is het eindelijk de beurt aan de jongste kleuters. De kindjes van juffrouw Ilse gaan voor jullie een liedje dansen dat in 1982 voor Duitsland het Songfestival won. Ein bisschen Frieden van Nicole. Kindjes van de eerste kleuterklas, kom maar op het podium. Kleinste kleuters die dat toch wel heel prachtig gedaan hebben. Oh, mama, dat was mooi, hè? Ja, het was mooi. Heel flink gedaan, jongens en meisjes. Het deed onze harten wel smelten, denk ik. Dan is het weer altijd aan jullie oma's en opa's. We gaan nog eens een juf op het podium vragen. Ik heb zo'n flauw vermoeden dat het dit keer iets moeilijker zal zijn. Juf Ellen. Kom, wie weet het? Wie is wakker? Ja, die gitaar in de
Tom Duis met Me and My Guitar. Wauw, fantastisch! Geef een groot, groot applaus! Want de derde ster is binnen. Nu, Semmes, hebben we een pauze. Dan kunnen jullie een tasje koffie gaan drinken, een stukje taart eten. Onze kleuters, onze kinderen kunnen ook eens eventjes iets opeten. Maar eerst en vooral hebben we nog iets heel speciaals vandaag. Er is namelijk iemand jarig vandaag. Ik weet niet dat ik de leeftijd er moet bijzetten. Ik denk dat dat niet zo heel belangrijk is, maar het is toch wel een hele mooie grote verjaardag. En daarom gaan we ervoor zingen en de kleinkindjes, de twee kleinkinderen, mogen dan naar voren komen. En dat is Nolan en Jade. Want de oma of moeke, of hoe ze ook noemt, is de jarige. Kom maar naar hier, Nolan, Jade. Je krijgt zelfs de micro erbij. Lang zal ze leven, lang zal ze leven.
natuurlijk verder met onze Eurovisie Bellard Dance Festival. Het is nu de beurt aan de kindjes van een tweede kleuterklas. Zij gaan ons naar hogere sferen brengen. Zij hebben het nummer gekozen van Charlotte Nielsen, Take Me to Your Heaven, van het jaar 1999. Kom er allemaal maar op. Kinderen van de tweede kleuterklas. Want er zijn nog 3 sterren te verdienen en zo dadelijk roepen we weer 2 juffen op het podium. Die hebben voor jullie nog een opgave. Niet zo moeilijk, denk ik. Juffrouw Ilse en juffrouw Hilde, hou jullie maar klaar. Zijn jullie er klaar voor? Ja, we hoorden al iets. Kinderver, pas de deur. Rendezvous. Hebben ze dat niet goed gedaan, dames en heren? Ja. Volgens mij het beste lied ooit door België gebracht op het Songfestival. Dan heb je een ster verdiend, denk ik. Ja, juffrouw Wallemie, hak ze maar omhoog. De 4e ster is binnen. Applaus! Nu zijn
onze eerste klassers aan de beurt. De kindjes van het eerste leerjaar B hebben gekozen voor een liedje van Lorraine. Zij won in 1912 het Songfestival voor Zweden. We zullen zeggen 2012. Goed. Ja, dat was misschien wel wat oud dan. Oké, ik zie ze daar al aankomen. Kom er maar op. Jongens en meisjes, geef ze alvast een groot applaus. Naast de kindjes van het eerste leerjaar B hebben we natuurlijk ook een eerste leerjaar A. Zij hebben ook een liedje gekozen.
Een recent liedje trouwens. Je gaat het direct zien, juf Ellen. Ja, een Belgische inzending, Loïc Notte. Vierde plaats in het jaar 2015. Kom maar, tientjes. Listen to the sound of thunder rolling in the soul down under. Far beneath the skin it rumbled. Step to the step of the drum that rolls inside. Be you enemy or lover, we are put here to within each other. We're gonna rap up, rap up, we're gonna rap up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show? All the wicked ways down below, the rhythm inside is telling us we can fly tomorrow. All the beautiful wind that blows, all the ghosts they try, blow the tide. I'm gonna get that. Dancefestival in de stad. Dat gaan we straks kijken. Ja, maar voor we naar de puntentelling gaan, zie ik dat er nog één ster te verdienen valt. Er staan weer al twee juffen klaar die voor jullie de laatste opgave hebben. Succes! De zesde ster is binnen. We zijn nu allemaal bij elkaar gekregen. Ik hang ze nog op. Nu, omdat al die grootouders zes sterren verdiend hebben, gaan al onze kinderen natuurlijk onze grootouders die ze applaudisseren. Sta maar eens recht en geef ze maar eens een duidelijk applaus. Want ze hebben het gedaan. Maar zoals we daarnet dus al zeiden,
Wat is een songfestival zonder punten? Die horen er natuurlijk ook bij, anders weten we niet wie de winnaar is. Nu gaan we dus beginnen met de punten van de eerste jury. We hebben aan de juffen en de meesters die er vandaag niet bij zijn, hebben we gevraagd om punten te geven. Zij geven respectievelijk 8 punten, 10 punten en 12 punten. We kijken naar het eerste filmpje van juf Daniel. Goedendag allemaal, beste kijkers. Welkom, welkom op onze wervelende show. Het was weer fantastisch. Zoals elke 2 jaar een ongelooflijk spektakel. De kinderen hebben hun uiterste best gedaan. Zeer, zeer moeilijk om punten te geven. En jawel, u ziet het, ik ben op een zalige vakantie. Hadden jullie er maar bij geweest? Maar even, hier komen dan de punten voor de kinderen. Ik geef een 8 aan de kinderen van juffrouw Veronique. 8 punten. Ik geef een 10 aan de kinderen van juffrouw Ilse. En de 12 punten gaan naar de kinderen van juffrouw Lief en juffrouw Elke. Applaus voor alle deelnemers. Na elke punten krijgen we een tussenstand. Die is natuurlijk niet zo spannend nu. We zien dat de kindjes van het tweede leerjaar momenteel aan de leiding staan met 12 punten. Dan kijken we naar Jup Mirjam. Goedemiddag Bella. Wij hebben genoten van jullie optreden. Het was schitterend. En we hebben die kindjes, die dan ook zo flink hun best gedaan hebben, punten gegeven met onze klas. De kindjes van het tweede leerjaar, daar hebben wij die 8 punten gegeven. De leerlingen die in 1B zitten, hebben het ook heel flink gedaan. Die hebben van ons 10 punten gegeven. En de meeste punten die wij gegeven hebben, gaan naar 1A. Zij hebben zomaar eens even 12 punten gekregen. Bravo allemaal, het was schitterend. Ook de kleintjes hebben het heel goed gedaan. Iedereen een super dikke proficiat. En doe zo voort. Na de punten van juf Mirjam krijgen we een tweede tussenstand en die ziet er als volgt uit. We zien dat de kindjes van het tweede leerjaar nog steeds aan de leiding staan en nu met 20 punten, gevolgd door de kindjes van 1A. We kijken naar het volgende filmpje. Hallo allemaal! Dag meester Koen. We zijn het vijfde leerjaar en we hebben naar jullie show gekeken. Het was geweldig! Proficiat! Het vijfde leerjaar geeft zijn punten aan. Andere nummer 1 is. Onze eerste kleuterklas staat aan de leiding met 22 punten. Maar
Zoals jullie kunnen zien zitten we nog maar in de helft, dus alles is nog mogelijk. Iedereen kan nog winnen. Juffrouw Hilde heeft ook punten gegeven. Oh, meester Mark eerst. Toch juffrouw Hilde. Hallo. Hallo Bella. Here we are. We are the gymnastic jury. Dat met al die kinderen een Eurovision Dance Festival heb gezien. Prachtig! Iedereen is hier winnaar. Maar er zijn wel enkele speciaaltjes hierbij. Hier uit voet op Gymnastic Jury. 1 punt, 8 punten aan 1A. 1A. 10 punt. 10 punten aan de kleuters 3. En 12 points. 12 points. Wie de gymnastic jury geeft 11 points toe? Kleuter 2. De kinderen gaan hier gebeuren. 11 points. Congratulations! Bye! We tellen de punten van juf Hilde erbij. En wat zien we? Oeh, onze tweede kleuterklas staat nu weer aan de leiding. Ja, je ziet, er kan van alles gebeuren nog. Het wordt spannend. Jazeker. Ik ben nieuwsgierig naar de punten van meester Mark. Dag iedereen, beste kleuters en eerste klassers en tweede klassers, jullie show was geweldig. En daarom geven de punten leerling van 6 leerjaar punten via de computer. Kijk maar. Eerste leerjaar B. We kijken naar onze computer. Acht punten voor 1B. Nu de punten voor het eerste leerjaar A. Kijk maar. 10 punten voor 1A. En de 12 punten? We houden het wel spannend. Kijk maar. Voor de derde kleuterklas. Ja, geef maar. 12 voor de derde kleuterklas. En als we die punten erbij optellen, wat zien we dan? Dat er maar liefst 3 klassen aan op de eerste plaats staan met 30 punten. Onze tweede kleuterklas, onze derde kleuterklas en het eerste leerjaar A. Dit wordt nu wel echt spannend. Nog 1 juf gaat punten geven. We gaan naar de laatste juf, juf Sarah. Die had gelijk. Wauw, wat een show. Ik heb er super hard van genoten. Maar eerst moet ik nog een paar punten laten. 8 punten. Ga naar de eerste kleuterklas. 8 punten voor de eerste kleuterklas. 10 punten. Het tweede leerjaar. En dan onze 12 punten. Het eerste leerjaar weer. 12 voor 1B. Dank u, Sarah. En wat is het totaal? Tellen jullie allemaal winnaars? Hoe is dat nu mogelijk? We hebben niet 1 winnaar. Zes winnaars. We hebben 6 winnaars. We zijn allemaal winnaar vandaag. Geef ze nog maar een heel goed applaus.
ook niet anders verwacht. We hebben het allemaal fantastisch gedaan. En daarom gaan we alle kindjes nog één keer, de laatste keer voor vandaag, op het podium roepen met ons laatste liedje. De kindjes van het tweede leerjaar houden jullie al klaar.